Tijdens het Morgenrood voerde de SP vanochtend actie voor gratis openbaar vervoer voor 16- en 17-jarige mbo'ers. Studenten op het hbo en de universiteit hebben dit wel. De SP vindt dat mbo'ers ook recht op gratis openbaar vervoer hebben. Daarom hebben de socialisten in de afgelopen weken 50 meter foto's opgehaald van mbo'ers, docenten, ouders en andere sympathisanten. Het mbo, dat zijn de toekomstige handen aan het bed. Het zijn de mensen die straks in de techniek gaan werken. Het zijn de mensen die in de klas gaan staan. Dat zijn zulke belangrijke opleidingen. En we moeten laten zien dat die opleidingen erg belangrijk zijn voor Groningen. Dus op die manier steunen we die studenten. Met dit 50 meter lint en een oldtimer maakte de SP een rondje door het centrum van de stad. Van het Martinikerkhof via de Grote Markt naar het provinciehuis. Daar nam commissaris van de Koningin, Max van den Berg, een petitie in ontvangst. We hebben een petitie met de opname van mbo-directeuren, wethouders, kamerleden, noem het maar op. Die hebben we vanochtend symbolisch naar het provinciehuis gebracht. Nou, dat hebben we op een hele ludieke manier gedaan. We hadden een oldtimer brandweerauto met daarachter dus 50 meter aan ingesloten foto's. En dat hebben we zo aangeboden aan de commissaris van de Koningin, Max van den Berg. De SP rekent erop dat de OV-kaart voor mbo'ers er zo snel mogelijk komt. De reactie van Max van den Berg was in ieder geval positief, aldus de socialisten. Heel erg positief. Hij was het helemaal met ons eens dat dit een belangrijk punt is en dat actievoeren voor dit plan heel erg goed is. Dus van hem niks meer dan lof. Hij staat natuurlijk boven de partijen, dus mag er niet zoveel over zeggen. Maar volgens mij vond hij de actie heel erg leuk. In Den Haag is er inmiddels wel de politieke wil om een OV-kaart voor mbo'ers in te voeren. Maar of het geld daarvoor ook gevonden wordt, is nog niet duidelijk.